Vroeger, en ook nu nog, gelooft men dat de ooievaar een geluksbrenger is. Het huis waarop deze vogel zijn nest bouwt, is gezegend. Een ooievaarsnest kan soms wel 2,5 meter hoog worden en tot 2 ton wegen. Ouders vervoeren ook water voor hun jongen. Wanneer de dorstige jongen op de krop van de ouder pikt, zal die water uitspuwen. Ooievaars klepperen, waarbij ze de snavelhelften heel snel tegen elkaar slaan. Ze bewegen hierbij hun kop eerst laag naar voren, waarna ze de kop helemaal tot op de rug bewegen. Partners begroeten elkaar vaak op deze manier. Ze staan vaak op één poot. Dit doen ze om de temperatuur te regelen. Als het erg koud is, verliezen ze namelijk veel warmte via hun lange poten. Om die warm te houden, steken ze één poot in hun veren. Tijdens de trek vermijden ooievaars grote wateroppervlakten. Dit doen ze omdat er overdag geen thermiek boven het water is. Ze maken gebruik van deze thermiek om tijdens hun lange tocht zoveel mogelijk te zweven om energie te besparen. Met gunstige weersomstandigheden kunnen ooievaars wel 7 tot 8 uur per dag vliegen. Zo kunnen ze een maximale afstand van 500 kilometer afleggen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.